Ik heb dus echt een frustratie. Wat vind je nou het ergste in de keuken? Dat is een verkeerde snijplank. Helemaal lijp van. Op één staat een glazen snijplank, die bestaan. Ja, dat is natuurlijk helemaal. Nou, dat kan helemaal niet. En op twee staat deze. Yes. Voedselverspilling is vet stom. Maar toch gooien we in Nederland ieder jaar 2,5 miljoen ton voedsel weg. Dat is echt niet nodig. Oeh. In deze serie laat ik samen met Too Good To Go zien hoe leuk het is om creatief te zijn met voedsel dat anders verspild wordt. Too Good To Go is een sociale onderneming gericht op het verminderen van voedselverspilling. Zo kan je via de app een magic box met eten dat anders moet worden weggegooid ophalen bij restaurants, bakkers en supermarkten. Oeh, nou lekker! Wat? Dit is Wat bakken we ervan. Hallo lieve mensen, ik ben Marije, dit is mijn keuken. En mijn gast van vandaag is Hugo Kennis, acteur en kok. Bekend van onder andere 24 Kitchen en natuurlijk als winnaar van Expeditie Robinson. Ja! Gaat hij vandaag ook winnen? Ik ga het hem in ieder geval heel moeilijk maken. Kom er maar bij. Een aankondiging, wat heerlijk. Ja, toch? Dan hoef je het zelf niet meer te doen. Nee, fijn. Je mag hier staan, dat is jouw workstation. Oh, dit hier, ja. Nou, hier komen de tools, hoor. Kijk, ik heb gewoon altijd hetzelfde schort. Wauw. Dat is wat ik in ieder programma al 6 jaar aan heb. En ja, en mijn baby is. Dus hier heb ik wel mijn lievelingsmessen bij altijd. Die moet ik hebben. Goed? Hugo, heb je er zin in? Heb je er zin in? Heb jij er zin in? Nee! Nee, ik heb er heel veel zin in. Ja, dat zou ik ook hebben als ik jou was. Even kijken of er een goede kookboek liggen. Ja, je mag eventueel een kookboek. Ja. Oké, de regels zijn simpel. We hebben 45 minuten de tijd. Jezus. Om een gerecht te maken. Je mag 1 joker inzetten. Dat betekent dat je 10 minuten de tijd hebt om naar de supermarkt te racen. Op je met de benenwagen. Om een ingrediënt te halen die je nog mist voor je gerecht. Oké. Je hebt daar 3 euro voor. Dat is je budget. Oké. Alle dingen die je in de keuken mag verwachten, zoals peper, zout, olijfolie en zo, die mag je gebruiken. En verder leef je uit. Maar niet te, alsjeblieft. Deze tassen hebben wij opgehaald via Too Good To Go. Dit is dus voedsel wat anders weggegooid wordt. Mm-hmm. En daar mag jij een gerecht mee maken. En ik wens je heel veel succes. Maar ook weer niet te. Blijf je het ook zeggen? Nee. Ook weer niet te. Omdat er een hele kleine kans is dat je het misschien toch wel beter gaat doen dan ik. Omdat jij natuurlijk een chef bent. Hebben we even een extra bonusregel bedacht. Namelijk dat je alle ingrediënten uit de tas moet gebruiken. Oké. Dat was ik toch al van plan. Nee. Oké. We mogen even kijken. Ik heb een paprika en een knolselderij. Ik heb kruidensla met bloemen. Oké, verse pasta, nice. Kwark. Cottage cheese. Tofu. En een komkommer. Een peer, super. Vijgen daarbij. Oh, ook nog een regel, dat ben ik helemaal vergeten. Is dat we ook nog ingrediënten mogen ruilen, eventueel. Als iemand dat zou willen. Ik wil bijvoorbeeld jouw zijde tofu wel. Dat mag, maar zo wil ik. Je mozzarella. Vind ik wel fair. Ik vind het fair. Ja, hallo. Ik moet het ook fair vinden. Ik vind het heel fair. Oké. Dit is het moment dat ik mijn eigen glaas ingooi. Dit is het moment. Ik hoef er niet te ruilen. Jij wil ruilen? Ja, I know. Dan doen we dat. Ik zet de kookwekker aan. Ready? Ik heb nog een vraag. Mag het nog? Ja, het nog? Snel. Moet het 1 gerecht worden? Nee. Oh, top. Zet aan. Ik heb het nu al zo warm. Oké, neem ons mee in je gedachtenproces. Maar leid me niet te veel af. Iets minder geluid, alsjeblieft. Je hebt kaas en mozzarella nu. Ja, lekker. Greedy. Nou ja, ik zal hier iets mee moeten, sowieso. Dus het wordt sowieso een pasta. Maar mag ik een tip vragen? Hoe bereid je dit? Ik denk dat mijn favoriete groente gewoon meebakken, dun snijden. Echt. Gewoon in stukjes snijden en bakken. Ja, dat is heel lekker. Waarom doe ik dit trouwens? dat hoeft toch helemaal niet? Wel, nee toch? Nee. Deze moet je 2 uur stoven, ja. Altijd. Nou, ik ga even denk ik een grotere snijplank pakken, want dat vind ik zelf altijd erg prettig. Ja, ik ook. Dat wil ik ook. Ik vind dit echt stomme dingen. Ik haat dit zo erg. Even kijken.
Oké, ik heb hier dus een heel goed idee mee. Even een jurymomentje. Ja. Honing en cacao en suiker zijn ingrediënten die je standaard in huis hebt. Ik heb cacao op het randje. Niet. Laat me alsjeblieft cacao gebruiken. Als het niet Hugo was, had ik gezegd nee, maar nu... Oké, top. Go. Voordat je kan nadenken, Hugo, heb ik even een stelling voor je. Mm-hmm, kom maar. Koken met de ingrediënten die je op een onbewoond eiland vindt in een super fancy keuken. Of met de tools van het eiland koken met alle ingrediënten die je tools van wil. Het eiland, alle ingrediënten. Zeker. Ik vind namelijk die tools die daar had waanzin. Het enige wat je nodig hebt is een kampvuur en een roestige wok. That's it. Oké. Okay. Dat doe je alles mee. Zegt de meneer die zijn eigen spullen per se mee wil doen. Ja, dat is waar. Dan zou ik nog liever zeggen een kampvuur en een bottenspatel en een wok. Mm. Dan een keuken met een botmes, flexibel snijplankje. Dus... Deze messen zijn ook echt heel goed. Nee, ik geloof het, maar het is meer, ik wist niet wat je had, snap je? Heb jij al een idee wat je gaat maken? Ja. Ik ga 4 gangen doen, om te beginnen. Pardon? Nee, ik ga een klein taartje maken. Van aardappel geroosterde biet en oude kaas. Met ricotta crème en met cardamom. Oké, haal maar op, haal maar op. Dat is het voorgerecht. Zo, ik ben al begonnen. Hoe vind je dat? Ja, lekker bezig. Jury, is ei standaard in je huis? Ei? Ja? Ei was absoluut iets wat je gewoon mag gebruiken. Ja. Hey. Anders wil ik namelijk de discussie over cacao even heroverwegen. Waar liggen de eieren? Dus jij denkt dat we gaan winnen met een aardappeltaartje. Wat ben jij helemaal aan het doen? Ja, ik ben best wel relaxed op zich. Het gaat allemaal leuk. Ik ga eigenlijk heel even een drankje doen eigenlijk. Deze show leeft een beetje op paniek, maar dat kan ik bij jou niet helemaal bespeuren inderdaad. Uit eten of zelf koken? Zelf koken. Ja? Dat vind ik lastig. Denk er maar even goed even. Neem ons een momentje, ga even zitten. Ja, waarom eigenlijk niet? Hey. Een taartje gaat in de oven. Dan ga ik even de afwas doen. Moet ik ook nog even een wasje drijven, ja, schat? Maar wat, je bent dus niet zo van de loodgieter, zijn eigen pijpen. Gaat het gezegd ook weer? Wie pijpen? De loodgieterpijpen. Nee, daar ben ik niet per se van. Nee. Nee. Meestal, als je dus een beroep hebt, wat je dan ergens doet, dat je dat niet thuis wil doen. Snap ja, je? Ja. Ik kook echt iedere dag thuis. Ja? Ja, dus ik ben nu aan het koken, dan ga ik naar 5 uur live gaan koken. En dan ben ik vanavond om 7:30 thuis, dan ga ik weer koken. Ik ga een salade maken van verschillende soorten biet. Dus ik heb hier rauwe chogia biet, die ik ga inleggen in een dragonazijn. Ik ga een deel van de biet ga ik roosteren en een deel van de biet ga ik koken en pureren. Dus dat je 3 structuren krijgt van biet. Dit is niet normaal. Heb je vaak te veel bosui over en gooi je dit vervolgens weg? Bewaar de volgende keer de uiteinden en zet deze in een glas met een laagje water. Zet het glaasje in de zon en binnen een paar dagen zul je zien dat de bosui weer begint te groeien. Dit werkt ook met prei, weet ik uit eigen ervaring. En dit werkt niet met chocolade. Weet ik ook uit eigen ervaring. Mag ik stop de camera uit? Wat is dit? Wat was dit? Dit is de amateurversie van een... ik ben niet zo goed in snijden. Nog nooit gezien? Nee. Wat voor chef ben je dan? Een chef? Oké, ik zal dit even uitleggen. Ik ben dus niet zo goed in snijden. Nee, wat doe je? Echt, oh jezus, echt nee, dat is echt niet oké. Ik had dat nooit aan jou moeten geven. Wat? Dit gaat hartstikke goed. Nee. Ik snijd en brand mezelf altijd. Dus ik mag eigenlijk alleen maar aardappelschilmesjes gebruiken van Max. Dus dit is dan voor mij dus een hele fijne manier om veel snel te snijden. Akkoord. Ik kan niet eens meer dicht. Oh, kut. Zie je? Maar het pureert alles gewoon. Je verneukt echt de volledige structuur van je groente nu. Nee, maar dit is een saus. Oké. Nee, dan snap ik het. Waarom heb ik ook weer mijn mozzarella weggegeven? Neem hem terug. Mag dat? Tuurlijk, schat.
Oh, je kan er zeker niks meer mee bedenken? Jawel hoor, ik heb hem al, maar dan maak ik iets anders. Ja. Als jij daar heel erg mee zit... Even een vraag. Ik wil graag dat je hem uitgebreid beantwoordt. Even... Tuurlijk. Echt even over nadenkt. Tuurlijk. Wat maak jij vaak met kliekjes? Soep sowieso. Ik gooi nooit iets weg. Aan het einde van de week maak ik echt lekker soepie. Of ik maak gyoza. Doe ik al die leftovers, die verwerk ik erin. En dan maak ik mooie groentedumplings. Of als ik kip over heb, maak ik chicken gyoza. En als ik gehakt over heb, nou je raadt het al, maak ik gehakt gyoza. Ik ga peertjes karamelliseren met speculaaskruiden en suiker. Hey, maar kan ik niet even mijn vijg bij jou in de pan gooien? Ja, mag. Maar ben je nou een beetje aan het afkijken, is dat het? Nee, echt niet. Wat ga je ermee doen dan? Nou, een beetje karamelliseren. Oh, dat is wat toevallig, want ik had dat ook. Zorg je wel dat die aanbrandt? Oh, ik moet zo... Daar moet ik voor zorgen. Oh, ik moet het ook regelen. Nee, tuurlijk, meid. Rustig aan. Ik ga even een... Nu moet je even opletten, Jelle. Ik ga een plating opmaaktechniek doen die ik op Pinterest of zo heb gezien. Ja, dag! Daar kom je nu mee. Met nog 12 minuten op de klok bedenk ik me dat ik even ben vergeten waar we op gejureerd worden. Smaak, presentatie en creativiteit. Oké. Okay. Go. Dank je. Eat that. Op thee. Wat gebeurt hier? Iemand heeft gehoord dat presentatie meetelt, hoor. Ja, sorry, dat is mij niet verteld. Dan ga ik even iets anders doen. Hoe lang hebben we nog? Wij hebben nog 6 minuten. Heb je een stekertje of zo, toevallig? Een stekertje? Ja, een stekertje. Heb je stekertjes? Nee, dat is een pincet, maar... Hier een chopstick. Oh, wacht, ik weet het. Juist, dank je. Is dat een steker? Dat heet een steker, ja. Ik doe hier altijd dan iets in en dan heb je een mooi rondje. Ik ook. Lieve, wat dacht je anders wat ik ging doen daarmee? Dankjewel voor het idee. Ja, alsjeblieft. Oh, shit, 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 shit. Hoor je dat ik zeg shit, Marij? Pas ja, op. Dat wil zeggen dat je een voorsprong hebt misschien wel. Die pasta heb ik hem niet gewoon goed gekocht, jongens. Gaat het goed, schat? Even niet. Ja. Nou, ik ben klaar. Ben je al klaar, Hugo? Ja, schat. En handen omhoog. Ja, en handen omhoog. Ja, dan valt het. Holy moly. Wacht even, waar haal jij bloemen vandaan? Die zaten in mijn sla. Dat is en je hebt je hem garneringbloemen gegeven. Het zat er gewoon in, ja. Okay, nou, dat zat, in mijn tas. Vond je het een leuke challenge? Vond je het leuk om te doen? Ik vind het een hele leuke challenge. Ik vind, dit is ook wel hoe ik thuis koop. Ik heb mijn eigen magic box, ofwel die tuin. Dus als ik zie dit en dit en dit is rijp, dan moet ik daar iets mee koken. Oké, dan gaan we over naar de jury. Het moment waar ik niet op heb gewacht. We beginnen met mijn gerecht. Ik heb een pasta gemaakt met een tomatenpaprika saus met... dinges. Venkel. En een chocolademousse van Silke Tofu met gekarameliseerde vijgen. Nou, ik vind het wel creatief. Ik vind het heel goed gebruik gemaakt van al wat je had. Dus dat vind ik wel een 4 op creativiteit. 4 op creativiteit? Ja. Oké. Okay. Dan op presentatie. Ja, ik vind het er wel leuk uitzien. Dit staat natuurlijk nergens op met een rietje, want het is chocolademousse. Maar het ziet er wel leuk uit. Dus ja, ik ben bang dat de mousse niet zo moesig is. Okay. Ja, chocolademousse drink. Chocoladedrink, ja. Ja, smaak dan. Oké. Oké, op smaak. Wat krijg ik? Geef ik dit een goed gelukte 3.
gaan we door naar Hugo. Dit is een trio van biet. Ingelegde biet op dragonzuur. Geroosterd. Provençaalse kruiden en olie. En gekookt in een mosterd vinaigrette. Dus het zijn drie soorten zuren met drie soorten structuren. Dan hebben we hier een gratin van aardappel. Hier heb ik de cottage cheese voor gebruikt. Die heb ik aangemaakt met veel kardemom en komijn. Ja. Daar heb ik een mengsel van gemaakt. Dat opgeklopt met ei, oude kaas. Ja. En dan hebben we hier een gortepap van cottage cheese en mozzarella. Om te laten zien dat je, iedereen denkt mozzarella moet alleen maar met tomatenpesto. Hè? Terwijl je mozzarella een hele fijne kaas is om daar een dessert mee te maken. Gekaramelliseerde peertjes en verse vijgen erbij. Op creativiteit, wat is het oordeel? Ik mag maar 5 punten geven. Dus ik geef hier 5 punten. Ik hoor allemaal dingen die ik nog nooit gehoord heb. Er zijn 3 manieren van biet. Ik kan hier alleen maar 5 punten voor geven. Ja, maar aardappelgratin, ik bedoel... Ja. Nee. Oh nee, pasta. Ja. Nee. Ja. Ja. Oké, okay, op presentatie. Ja. Oh! Presentatie vanwege deze vandalisatie 5,5 punt. Benieuwd. Nou, op smaak. Nou ja, ik kan alleen maar eerlijk zijn, dit is allemaal te gek. Dus? Ik moet hier wederom 5 uit 5 sterren geven. Het is allemaal... Kut. Nou, ik ga even huilen in een hoekje. Dit is natuurlijk geen grote verrassing dat je dit hebt gewonnen. Maar je hebt eerder vandaag ook een challenge gedaan. Ja, die heb ik niet gewonnen. Dat moet je wel vertellen. Daar gaan we even naar kijken. Kaassoufflé, dat is mijn lievelings. Maar hoe snel kan je zo'n snoeihete lavaflap eigenlijk eten? Welkom bij de grote kaassoufflé challenge. Voor jou een fijn kaassoufflé. Geniet ervan. 3, 2, 1, go. Ah, fucking hell. Ja. Ik heb fanatisme al wel hoog. Zeker. Ik dook er vol in, maar nu gaat het mis. Head first ging je. Vette troep in de ochtend, heftig. Sorry. Probeerde ik hem nog zeg maar een soort van overal open te gooien op een koud bord, zie je? Dat is een goede techniek. Ja, origineel, heb ik nog niet eerder gezien. Ik denk dat komt het snel af, maar dat had geen nut, want ik verbrand hier weer mijn bek. Oh. Kijk maar. Een dansje klein erbij. Dansje erbij. Als je niet weet wat er zou gebeuren, dan zou je gewoon denken dat je het heel erg naar je zin hebt. Ja, dat kan ook, ja. Dat ik denk, oh, geniet ervan. Oké. Yes. Oké, Hugo, hoe denk je dat je het hebt gedaan? Ja, ik echt slecht. Ja? Dat is geen valse bescheidenheid. Maar hoe schat je, waar ik denk ver over de minuut. Ik hoop gewoon niet dat ik de 2 heb aangetikt. Dat zou ik echt kut vinden. Denk je dat je mij hebt verslagen? Ja. Ik denk 1,40 zo. Ik denk dat ik tussen jou en Lise in zit. En van wie wil je in ieder geval winnen? Van jou. Nee, nee, van Jet. Jet is dan mijn enige collega met Tony for Kitchen, dus dan is het een soort van... Ja, dat moet wel. ...strijd. Maar Jet, ik gun het jou ook, maar mij iets meer. Goed, jouw tijd was... 0. Iedereen begint met een 0. Jezus, dat is oneerlijk. Ik dacht, daar gaan we. 1. Yes! Is het klaar? Ja? Ja, dan zit ik al. Dit is dit de top. Oh ja. 1. Ik heb jou ook al verslagen. Je hebt mij ook al verslagen. Heb je Lise verslagen, ja of nee? Het volgende cijfer wordt dan 4. Oh, jezus, wat heeft heel... Lise lopen knagen dan? Super mooi gedaan. Het was een waardige strijd. Ja. Ik heb heel veel van je geleerd. Sorry als ik niet zo aardig was. Nee, ik vind het prima. Ik ben blij. Goed, hey, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Oh, de kat. Mijn winkel is wel lekker. Ik hou van mijn winkel.